En de cross, weet je. Op de cross, daar stond er wat bij, ik weet niet. En dat bocht hij daar. Die trekt hij nu naar ons, hè. Ja, hij staat er Even
Grita ook aan de ziekte.
met Kevin Paul, met Lars van der Waal, met Sven en Sven TV. Om deze proberen dat de ganse kleiner te maken. Is er nog altijd niet in de zaak om de goede volledig? We hebben een aanslag bepaald uit de wijziging en de zorg. Dat is een geweldig en wijs al een schermende groep voor natuurlijk die 32 plaats voor
laatste Russen. De laatste Russen van de wedstrijd. We zijn 58 minuten ver. Dus binnen een mooie minuut, iets meer schilderd. Dan mogen wij de aanklas zien begroeten van Kevin. En de zijn voor plaats 2 en 3 is nog nooit open. Met Rob van Aert die wat voorkomt heeft op Tom Mees. Dan geven we de voor- en last van de naam. Twee Nederlanders. De volgende vrienden van Boren wil ik even kijken. En volgende vrienden, dat is iets met begroeten hoor. Dat was op de Playspots met Socia van de Astro Supercity. De laatste van de Pimperchefs. Volgende jaar in de bal. Die daar de laatste van hier komt. In de laatste rechterlijn. Hij is aan de laatste 200 meter binnen van de Nederlandse wedstrijd. Ik zou zeggen, haal hem binnen. De grote kant de winnaar. Van de Sluitenstrijd is opgespannen. Hij komt naar de man van de Oranje. Kevin Pauwels. De winnaar van de wedstrijd. En wie wordt tweede? Kevin Pauwels ziet de Sluitenstrijd. En wie wordt tweede? Het wordt hier gezet door de winst. Die komt hier stuk over de binnenplaats. En er is van Aan zitten, ja. Van Aan mee. Die Maaglans, bij de zesde plaats is dat voor hem. Dat zijn verloren aan deze wedstrijd. En Sunt is al een hele rondje bezig. Dus hij niet meer aan het handen. Ja, hoe is eigenlijk? Ja, dat was Sunt. Die aan de leiding aan het Sunt is. Samen met de. Is dat de dier van Toermans. En het is. Meneer, dat is het in Meneer gedaan voor Toon Aerts, dan Dieter van Toornhout. En ik denk dat er dan nog even iets gaat gebeuren daar onderweg, terwijl we nu de Barstaans zien voor hem zien komen. Dan hebben we Janine Vermees. Dan hebben we David van der Poel. Ja, we hebben wat foto's, de supporters nog groter. En dan zaterdag de kijk houden het al. Dus geen bal, zin voor de Walsaar, voor de Tonnees, voor de Oudsaar, voor de Rassenaar. Dan hebben we zin aan de sympathie, voor de aanzien van Toernout, Vincent Barstaan, Zijver Mees en David van der Poel, die voor de Valjonie Adams nu over de streepbox. En dan is het wachten op de tweede plaats voor de mannen van de Zuurstaat onderweg. Ja, ik denk dat hij aan het wachten is op die man. Ik denk niet dat er iets gebeurd is, zoals hij het ook wordt. En ik denk dat hij inderdaad, ja, ik weet al wat er gaat gebeuren. Met Walsingen die nu voorbij gaat. En dan andere die komen hier aan, bij St. Averrouwen onder andere. Ook met... Even kijken met Corneel van Kessel, met Bram van der Brand, staan er voor drie. Daar, zit die aan het wachten is, ja, kom op zijn maatje. Die daar zit aan het lopen, aan de laatste rechterlijn komt. En dan willen wij een applaus horen. Camille, Camille Baal, Camille over gans Vlaanderen. Willen wij dat horen? Ze gaan de laatste rechterlijn draaien, dames en heren. Ze gaan de laatste rechterlijn draaien, daar komen ze. Prachtig win. Even dat ik kan halen. Nu daar gefeliciteerd wordt, uitvoerig gefeliciteerd wordt.
Doosterkoots, Roon, de Andersen, die wordt in de hoede verdrongen. Iedereen erbij, de beelden. En wij gaan Zadermijs die daar al de felicitaties geeft. Ja, ook de mensen, de kanikers in de vergeten, Bonschel en de anderen. En ook zijn verzorger Guy, die jarenlang gisteren op Facebook iets prachtig schreef over die rode Richard. Prachtig van Guy, dat hij dat daar deed voor zijn klein Zadermijs. We horen er ook in de stil van, de mensen van de beste tijd. Wij gaan het zien naar het podium, want er staan nog een en ander gebeuren, dames en heren, op dat podium. Maar natuurlijk gaan we ook de uitspraak van de wedstrijd niet vergeten. Met Kevin Pauls, met Paul van Aan, met Tom Mees, dat is het podium. Vierde plaats, Mathieu van der Poel, bij Lars van der Aas, dus iemand van de
de bloemen en de kader wordt opgehangen. De mama erbij. De felicitaties. Ja, de zoenen. En we gaan even op bij de twee Svennen. Ja, Sven, wat een afscheid vandaag hier. Ja, dat is echt voor mij daar. Dus, ik voel de handse koers ook de applaus van de mensen. En, ik was heel nieuwsgierig naar die leden. Sven, proficiat met die lange carrière. Wat een carrière als je begon met crossen. Dat heb je nooit gedacht, denk ik. Nee, absoluut niet. Dat is echt heel lang geleden. Ik ben gestart met veldrijden toen ik nog met een leren helmje en mijn riempjes aan de schoenen ja, door het veld knoten. Ondertussen zijn mijn collega's van toen al een aantal jaar actief buiten de fiets. Ik fiets nu tegen gasten die in mijn zoon zouden kunnen. Ja, zeker. Ik ben niet geboren toen ik mijn eerste cross begon. Dat is echt heel veel. Ja, Sven, wat is nu de mooiste zegen die u hebt behaald? Die 291 zijn allemaal mooie zegens, maar was je de mooiste? Kan u één eruit halen? Optimaal werk ook. Nee, ze zijn allemaal heel speciaal, allemaal heel individueel, maar de mooiste zegen is het gevaar van de mensen. Ik denk dat ik ongelooflijk veel steun heb gekregen en een hele carrière lang van het begin. Thank you.
Was als is dat nog terug, maar we zijn aan kutte gewacht. Dat is niet. Ik weet niet, hij is goed op kan bier. Danke. Danke.